In het begin van 2020 dachten we allemaal, 2020 wordt mijn jaar. En toen kwam corona. Mondmaskers. Sociaal isolement. Toiletpapierhamsteraars. Het einde van de wereld. Maar echt. Of toch niet? Toegegeven, die mondmaskers zijn niet altijd even makkelijk. Maar zoveel van thuiswerken was toch wel echt chill. Je was nog nooit zo proper, zo shiny, al dat handen wassen. Hoewel anderen je knuffels even moesten missen, was je huisdier extreem gelukkig. Bovendien, zoals elke tienjarige kan beamen, maskers kunnen ook leuk zijn. En die ene bubbels zijn misschien wat vervelend, maar die andere soort bubbels smaakt nog steeds. De voordelen bleken zelfs daar niet te stoppen. Nog nooit had je zoveel tijd om in de zon van een goed boek te genieten. Sommige vrienden sprak je vaker online dan anders in het echt. Die yoga in het midden van de natuur deed toch wel echt deugd. De koe in de weide naast je kan dat zeker en vast bevestigen. En het mooie weer hielp ook wel om de coronastress weg te nemen. Dus laat één ding duidelijk zijn. 2020 wordt jouw jaar. Maak er ondanks alles een topjaar van.